Hallo en welkom bij het jaaroverzicht van Omroep Zuidwest. In deze speciale uitzending blikken we terug op het jaar 2016. Zo waren het hele jaar onder andere bij de filmpremière van Snake Week, kreeg Stadhuis Bolsward een nieuwe functie, kunnen we nu eindelijk Fries vertalen via Google, genoten van de Snake Week zelf en waren getuigen bij het Friese biertapkampioenschap. Dit is deel 1 van het jaaroverzicht 2016 van Omroep Zuidwest. We beginnen 2016 met de nieuwjaarsduik in Bolsward. In een subtropische winterdag gingen veel mensen tegelijk het water in om geld in te zamelen voor het goede doel, de World Servants. Deze vrijwilligersorganisatie bouwt aan scholen in derde wereldlanden zoals Bolivia, Ecuador en Kenia. Ja, het is wel bijzonder om het te doen inderdaad, maar wel heel erg koud. Ja? Ja. Ja, ik weet niet of ik volgend jaar nog wel een keer ga, zo koud, maar het is wel leuk altijd, heel gezellig. Het was warmer dan anders. Het was tropisch. Het was geen nieuwjaarsdag, ik wil het niet de nieuwjaarsdag noemen. Geweldig. Behalve dat het een leuke duik is, is het ook een leuk moment om elkaar even nieuwjaar te wensen. En dat alles voor het goede doel. En van het koude water in Bolsward gaan we verder, want het was zeker koud in januari met een code oranje. 400 kilometer file. Treinen waren ontregeld en scholen gingen dicht. Ja, en 2 dagen later werd zelfs code rood afgegeven in delen van het land. We konden zelfs gaan schaatsen in de straat, wat leidde tot mooie en grappige filmpjes als gevolg. Januari was koud, maar ook succesvol. Zo werd volleybalclub Snake genomineerd voor beste sportploeg van het jaar. VC Snake hoort op 17 februari of zij de prijs hebben gewonnen. Petra Groenland, trainercoach van VC Snake Dames 1. VC Snake is genomineerd voor beste sportploeg van het jaar. Hoe blij zijn jullie met de nominatie? Ja, heel blij. Dat betekent toch dat we dit jaar het ook weer goed gedaan hebben. En dat het opvalt in Friesland, waar de meiden zoveel uren insteken om een goede resultaat te halen. Daar zijn we heel blij mee. Ja, blij natuurlijk. Net als vorig jaar. Ja, het is toch speciaal dat je een beetje erkenning krijgt eigenlijk. En dat je beloond wordt voor het harde werken. Nou, met zo'n nominatie is dat natuurlijk fantastisch, ja. Dan de film Snake Week. Die ging eind januari in Snake in première. En wij spraken onder andere met acteurs van de film. Zoals Freddy Doeden en Carolien Spoor. Ook spraken wij zelfs met de burgemeester van Zuidwest-Friesland, Hajo Apotheker. De film speelt zich af gedurende de Snake Week, waar personages allesbehalve een feestweek hebben. Weet je wat we Snake dan zeggen? Wat zeggen we dan in Snake? Als je hamer goed zit. Als je hamer goed zit. Ja. Zeg, welkom weer terug in Snake. Hoe voelt dit? Ja, gewoon een thuiswedstrijd natuurlijk. Ik kom zelf bij Drachten. Dus het is dat mijn moeder nu in Amsterdam zit. Anders had ik bij mijn moeder geslapen vanavond. Je hebt gisteravond de première in Amsterdam beleefd. Ja. Wat is nou voor jou het verschil als je nu vanavond voor de tweede keer hier in Snake komt? Wat het verschil is... Ik moet zeggen, het is gewoon een beetje thuiskomen, moet ik zeggen. Het was natuurlijk leuk om gisteravond die première in Amsterdam te hebben gehad. Maar dit is gewoon, dat was première publiek en dit is gewoon het bioscoopbezoekerpubliek. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de reacties vanavond en wat zij ervan vinden. Dat is te gek. Toch karikaturen van de politie, een karikatuur van de Snake Week, toch eerlijk? Nee, dit is nou net het mooie van film. Daarom zei ik... Die film, dat onderwerp is fictie, dat is verbeelding, dat is bedacht, dat is de vrijheid van de schrijver. Maar die achtergrond, dat water, is waar. Die mooie villa is waar. Die kermis in de Snake Week is waar. Dus wij moeten met een knipoog naar die film kijken. Wij moeten denken, dit is de bevestiging dat als je nou in Nederland een paar leuke zomersteden bij langs loopt. Ik heb daarom al gezegd, je moet die film vergelijken met Flikker Maastricht.
lang niet elk verhaaltje vind ik mooi, maar ik vind Maastricht mooi. Ik vind Amsterdam, vond ik toen, 30 jaar geleden, een topfilm. Niet alleen omdat die speedboot met die rare mensen erop door Amsterdam ging, maar omdat ik de sfeer zag van een bruisende stad. En ik denk dat dat het positieve van deze film voor Snake is. Dus Snake heeft hiermee een bevestiging van zijn zomerstadkarakter gekregen. En daar ben ik blij om. In ons project Door de Week vertelt Arjen Doedel over het project Costa. Het doel van dit project is het creëren van 3 eilandjes, of beter gezegd 3 eilanden voor de kust van Makkum. Deze eilanden komen terecht ten zuiden van het Makkumerstrand en zal ervoor zorgen dat er meer watersporters naar Makkum komen. Dit is waar het om gaat. Ik zie 3 eilandjes. Ja. Of eilandjes, of eilanden, denk ik bijna. Ze liggen even ten zuiden van het Makkumerstrand. Ze liggen niet voor het strand, ze liggen ten zuiden van het Makkumerstrand. En ze zullen ongeveer, als het aan ons ligt, tot aan Gaast reiken. Dus 6 kilometer lang ongeveer. Ja. En dan 3 eilanden? Wij hebben tot nu toe een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Het was een gedegen onderzoek. En met dit als resultaat, dan ontstaat er een binnenmeer in het IJsselmeer. Heb je dan niet mensen die zeggen, ja luister, je bent knettergek joh? Nee, wij denken van niet. Die zullen er misschien wel zijn, maar wij hebben meerdere redenen om dit te bedenken. Het waterniveau in het IJsselmeer dat omhoog gaat. We hebben te maken met erosie van de buitendijkse gebieden. Er slaat steeds meer zand en ander materiaal weg. Flora, fauna loopt gevaar in de toekomst. En wij willen ook meer watersporters naar de regio trekken. Watersporters die nu nog niet goed aan het trekken komen op het IJsselmeer vanwege de grove golfslag. Ja, wat voor watersporters praten we over? Ja, je kunt denken aan kleinere watersporters, mensen met een sloep bijvoorbeeld, kano'ers. Ook meer beginnende surfers, die zullen beter tot hun trekken komen in de Makkumer Lagune. De maand van natuurlijk Valentijnsdag. Wij gingen de straat op om eens te kijken hoe iedereen zijn of haar geliefde verrast op deze 14e van februari. Ik heb mijn Valentijnsdag thuis gevierd. Ik was jarig. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mijn 25-jarig jubileum. Dus ieder jaar is Valentijnsdag gewoon voor mij, maar gewoon mijn verjaardag. Goed. En ik krijg wel kaartjes natuurlijk en cadeautjes van vrienden en familie, maar niet echt van mijn vriendin of zo. Ah, jammer. Ja, best wel jammer. Maar nee, ik ben gewoon jarig altijd. Gisteren was het Valentijnsdag. Hoe heeft u die dag besteed? Mijn zoon die is jarig geweest, dus die hield de verjaardag gistermiddag. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Okay. Dus dat was hartstikke fijn. Okay. De hele familie gezien. Alleen, achter de televisie. Oké, okay, jij? Ja, thuis. Ja. Er kwamen mensen bij ons thuis. Oké, okay, gewoon liefde delen met je vrienden. Ja. Okay. Ja. Gewoon gezellig met de mannen, met de kinderen. En lekker koffie drinken met wat erbij en verder ook even gezellig met elkaar eten. In februari werd bekend dat het voormalig stadsherberg uit 1843, in de volksmond ook wel het Bauma-pand, mogelijk wordt gesloopt. Wat tot veel woede heeft geleid bij de inwoners van Sneek. Door middel van een handtekeningenactie hoopte de eigenaar het gebouw te redden van de sloop. Waarom is het zo belangrijk dat dit pand behouden blijft? Nou, het gaat erom dat het heel belangrijk is dat dat dit een bepalend pand is in het beeld van deze belangrijke hoek aan de oostelijke kant van het stadscentrum van Sneek. Ja, het is een heel oud pand uit 1843. Het is vermoedelijk gebouwd door stadsbouwmeester Pieter Jentjes Rollema. En dit is representatieve architectuur uit de 19e eeuw. Naast het bouwenpand is er nog een dieptepunt. Danscafé De Prins sloot haar deuren. Door economische redenen zag de huidige eigenaar geen toekomst meer in het danscafé. Uiteindelijk werd de zaak weer heropend door een nieuwe ondernemer. Maar waarom? Speelt daar een economische rol in mee? Hoe gaat dat in Nederland? We eindigen de maand met iets vrolijks.
Er is namelijk een nieuwe functie toegevoegd aan Google Translate. Vanaf nu kunnen we ook woorden vertalen van en naar de Friese taal. Google heeft sinds 17 februari de Friese taal toegevoegd aan hun vertaaldienst Google Translate. Het initiatief werd gestart door Anne Dijkstra. In samenwerking met scholen zijn er meer dan 1 miljoen vertaalde woorden en zinnen toegevoegd. De vertalingen zijn nog niet altijd foutloos, maar men kan, als je je hebt aangemeld, zelf aanpassingen toevoegen. Op 17 februari werd in het Spoorwegmuseum een bijzondere ontdekking gedaan. Men vond namelijk een treintje in een doos zonder merk. Weet jij om welk merk het gaat? Wij waren de tentoonstelling aan het inrichten en daarbij had de poot bezig om allerlei blik bij elkaar, hebben we daar gehad het over, of Pakers blik. Dan ben je bezig om allerlei spullen bij elkaar te harken. En toen kwamen we een treintje tegen, dat lag ergens onder in een doos. Het zit wel keurig opgeborgen. En zei van, gut ja, het staat in het systeem dat het Japans is. Daar zal het er wel vandaan komen. Maar er staat niet bij wat voor merk het is. In februari kwam het nieuws dat de gemeente 2 asielzoekerscentra wilde plaatsen voor vluchtelingen. 1 in Sneek en 1 in Witmarsum. Veel inwoners van Witmarsum zijn echter tegen de plannen. Zo waren meer dan 200 mensen aanwezig bij de bijeenkomst in het oude gemeentehuis in Witmarsum met gemengde gevoelens. Ik wil graag als burgemeester van Zuidwest-Friesland uitleggen waarom wij als college van burgemeester en wethouders ja gezegd hebben op het initiatief van het COA, de heer Woldhof zit hier achter mij, om 300 asielzoekers in de vorm van een AZC in Witmarsum gedurende in eerste instantie 5 jaar te laten wonen. Ik heb een ongelooflijk slecht gevoel hierover. Niet omdat, alleen omdat men 300 mensen in dit hele kleine dorpskern willen neerleggen, maar ook de manier waarop het gaat. De manier waarop er uitermate belerend en bijna sturend de vergadering in zijn gegaan om de mensen te vertellen dat dit een verre complie is, vind ik een hele kwalijke zaak. In de maand maart ging de temperatuur weer omhoog tot blijdschap voor de booteigenaren. Hun boot ging weer ter water. En daar waren wij bij. We waren op bezoek bij een watersportbedrijf in Warns, waar de eerste boten te water werden gelaten. In maart plaatste Wout Zijlstra junior, zoon van de voormalig sterkste man ter wereld, Wout senior, zich voor het WK kogelstoten in Polen. En wij gingen bij hem op bezoek om hem te feliciteren met deze prestatie. Ja, allereerst gefeliciteerd met je plaatsing voor het WK in Polen, had ik gehoord. Waarmee ben jij geplaatst voor het WK? Ik ben geplaatst met het kogelstoten voor het WK. Met een stoot van 18,91 meter. Ja, ik had deze zomer in juni heb ik 17,50 meter gestoten. Daarna geen wedstrijd meer gedaan. Dus een mooie progressie geboekt. Er was meer goed nieuws in maart. Zo werd het eerste hooglandskalfje van 2016 geboren in Sneek. Deze koeien leven vrij in de natuur. Afgelopen weekend is het eerste hooglandskalfje van 2016 in Sneek geboren. Het geeft een prachtig beeld en is een mooie inleiding van de lente. De filmbeelden en de foto's zijn gemaakt door Ibe van der Werf. Woensdag 16 maart was de Nationale Boomfeestdag. En ter ere van deze feestdag werden in Elst en Nijziel bomen geplant. Wethouder Dirk Stoker opende deze feestdag en hielp een handje mee. Boomfeestdag, 12 uur, hè? We planten jam en we vieren feest. Yay! We gaan eerst aan het werk en daarna vieren we feest. Dat doen we harde gemeente. Wethouder Dirk Stoker. U heeft zo net de vlag gehesen met de leerlingen, ja, voor de Nationale Boomfeestdag. Ja. Wat is het doel verder van deze dag? Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat jonge Rijn ik leert mijn natuur omgaan. En we hebben natuurlijk al wat kapten om allerlei redenen. En het is dan mooi om mij, de jonge ben weer nieuwe dingen om te planten. En de jeste ik wel aan de mensen, ze weten heel goed waarom die ben er binnen. Nou, en dan is het mooi als ze dat zelf planten, dan wisten ze er zuinig op, ze passen erop. Nou, dan kunnen we maar ook zorgen dat we naartoe goed bloed en dat we zuurstof varen. En zat er bijna dat zitten. Ja. Nou, boerenjongens zijn Joey en Romero in maart weer terug met een gezonde bedoeling. De 100 dagen challenge. Zij gaan langs bij verenigingen om te sporten en nu personal trainers in om te begeleiden en een gezond leven. Zullen ze hun doelen halen? Dat gaan we zien. Nou, boerenjongens beginnen Ramiro en ik aan een nieuw avontuur. Daar gaan we, Joey. Nou,
in het kader van dat iedereen gezond bezig is met gezond leven, gezond eten. Gezondheid speelt vandaag de dag zeker een rol. En daarom heeft deze man een fantastisch idee bedacht. Ja, naar natuurlijk het hele mooie boerenjongens en de vette varkens hebben gezien op de boerderijen. Dacht ik ook van, oh, dit varkentje moet ook een keer gewassen worden. Ja, wij gaan streven in 100 dagen naar voor ons het perfecte lichaam. We hebben onszelf een doel gesteld en een personal trainer in de hand genomen. En verder willen we je in dit programma dolgraag laten zien hoe je nou gezond kan leven. En gaan we op onderzoek uit. Ja, we gaan verschillende locaties bezoeken om te kijken hoe ze daar bijvoorbeeld met voeding omgaan. Dit was het dan, het eerste deel van het jaaroverzicht van Omroep Zuidwest. Na het programma Autogek komen we terug met deel 2 van het jaaroverzicht 2016. Met de maanden april, mei en juni.